Waarom mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. Vandaag nummer 8. Elson, hoi. Nummer 8. Sontje, dat is Sontje. We gaan kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. Het is een voetballer die voor Curaçao uitkomt. En hij speelt momenteel voor ADO. Sorry ADO, ik weet het is jullie motto, maar Elson Hoy is onze trots. Veel kijkplezier. Elson, ten eerste, dank je dat je bij ons instapt. Yes, graag gedaan. Welkom, welkom, welkom. Welkom. Dank je. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Mensen, zoals jullie zien, dit is Elson Hoy. Wordt ook wel Sontje genoemd, dus ik zit vandaag met twee Sontjes. ik ga niet te veel praten, stel je veel voor man. Wie ben je, wat doe je? Althans, laten we beginnen met wie je bent. Ik ben Elson Sontje Hoy. 27 jaar, ben geboren in Curaçao. Goed voetbal zijn man, voor de jongen. Yes. Elson Sontje Hoy, 27. Geboren in Curaçao. En met mijn 15 jaar ben ik in Nederland komen wonen voor voetbal. Heel veel mensen kennen me ook via het nationale elftal van Curaçao. Omdat het ook... tegenwoordig zo goed gaat met ons en we hopen ook verdere stappen te zetten vooruit, dus gaat allemaal goed gelukkig. Oké. Je geeft het aan, je bent 15 jaar hier naartoe gekomen, je ouders komen ook uit Curaçao? Ja, beide ouders komen uit Curaçao, ze zijn nog steeds daar, ze wonen nog steeds daar, dus ik ben puur Antilliaans. 100% daar geboren ook, zo voel je je ook. Ja, zeker, zeker. Oké. Wat is je karakter, man? Hoe zit je in elkaar als persoon? Ik ben een heel open persoon. Een strijder. Ik ben iemand die heel veel ook probeert anderen te helpen. En ik heb zoveel geleerd in het leven al. Ook in het voetbal bijvoorbeeld. Waar ik dagelijks mee bezig ben. Ik heb mezelf enorm ontwikkeld daarin. En dat probeer ik zo goed mogelijk over te brengen naar jongeren. Als 15-jarige ben je dus naar Nederland gekomen. Hoe heb je dat kunnen oppakken hier in Nederland? Zo, dat was wel in het begin even moeilijk. Ik kwam als 15-jarige jongen bij mijn tante terecht. Ja. Dus op zich was het wel goed voor mij, zeg maar. Maar ik moest school combineren met voetbal. Ja. En dat was de eerste paar maanden echt een drama. Ik bedoel van, je gaat 8 uur de deur uit, 's ochtends. En je komt weer thuis rond een uur of 9 uur 's avonds. Ja, ja. En dan moet je weer naar bed en dan is de volgende dag weer. Dus het was echt wennen voor mij. En op een gegeven moment wen je er weer aan. Maar dan, dan ben je gewoon moe. En dan kan je gewoon niet volledig focussen op de voetbal of op school. Mm-hmm. Dus het is één van die twee eigenlijk. Dus het was wel even moeilijk. Waarom heb je die keuze gemaakt? Je gaf aan voor voetbal, maar heb je zelf die keuze gemaakt van ik wil naar Nederland, ik wil niet meer in Curaçao uitproberen? Ja. Ik moet wel zeggen dat ik sinds klein al profvoetballer wilde worden. Ik had alles voor opgegeven. Familie, vrienden.
Dus ik dacht van, als ik daarheen ga, dan ga ik ook met één taak. En niet dat ik maar ga kijken wat gaat gebeuren. Ja. Dus ja, ik stond gewoon volledig achter mijn keuze. Ik kreeg veel steun van mijn familie. Dus dat deed me echt goed. Maar was er al een mogelijkheid om door te groeien? Of was het jouw bedoeling om te komen en proberen door te groeien als voetballer? Ja, niks is zeker in voetbal. Ja, ja. Dus het was eigenlijk een mogelijkheid om door te groeien. Ja. En ik had ook, moet ik eerlijk zeggen, een beetje geluk erbij. Ja. En zodoende heb ik het alsnog gehaald. Dus ik ben er wel blij mee, eerlijk gezegd. Goed. We gaan zo wat dieper in die onderwerp over je carrière. Wat betekent Curaçao voor jou? Ja, Curaçao is me alles. Waar ik de eiland waar ik geboren en getogen ben. Waar mijn ouders ook vandaan komen. Zo, het gaat. Ja. Ik ga even te snel. ik draag het shirt van Curaçao ook met trots. Wij allemaal, denk ik, die in de selectie van Curaçao zitten. We zijn allemaal trots op het eiland. Gewoon hoe het gaat met voetbal, ook met softbal. Laatst zag ik iets op internet. We hebben zoveel goede talenten. Voor zo'n klein eiland is gewoon iets om echt trots om te zijn. Oké, mooi. En wat zijn de Antilliaanse eigenschappen die jij bezit? Mensen dat zien, je ziet dat hij een Antilliaan is, of jij zelf misschien. zoals daarnet wat jullie zagen, dat ik wil hetgene waar je om lacht horen. Ik wilde net zeggen, goeie treet. Ja, ik had jullie een half uurtje laten wachten. normaal gesproken ben ik niet vaak te laat. Ja. Dat zit er niet bij mij in. Ik ga ADO even bellen hier nou, kijken of het inderdaad zo is. Nee, normaal gesproken ben ik niet altijd laat. Ja, ben je ook maar. Ja, dat is eigenschap. Wat over luiheid, nonchalant of. Ik ben wel heel nonchalant, dat wel. Ja? Ja. Dat merk je wel in je doen en laten. Ja, ik ben heel nonchalant. Okay. Dat zeker. Zijn er nog andere dingen die je bezit? Antilliaanse eigenschappen? Ja. Als het niet is, dan is het niet, man. Ik ben op het veld, zeg maar. Bij voetbal ben ik wel snel gepikeerd. Dus dat is wel, zeg maar, die. Hoe zeg je dat? Die pittigheid. Ja, ja. Die zit er wel in, man. Op het voetbalveld, hè, want ik kan echt niet tegen me verliezen. Mm. En dan ga ik wel mezelf een klein beetje misdragen, zoals je dat noemt. Oké. Temperament een beetje. Ja, is die temperament. Ik kom naar boven gelijk. Dus, hoe reageren anderen daarop? Of je teamgenoten in dit geval? De meesten weten het wel. Dus die gaan er wel goed mee om. Alleen als er nieuwere teamgenoten zijn, die weten het nog niet, dan kan je mee botsen. Dus dan moet je het maar oplossen met z'n tweeën. Ja, ja. Zo'n beetje. Oké. En qua Nederlandse eigenschappen, heb je die? Nederlandse kan voorbeelden noemen. wat je net zei, tijd is tijd eigenlijk. Om 6 uur eten bijvoorbeeld. Oh nee. Nee, zo vroeg niet. Wat later dus. Ja, zeker. Zijn er Nederlandse dingen die je hebt meegenomen, in ieder geval die in ieder geval toepast in je dagelijks leven? Ik kan zelf moeilijk eentje opnoemen. Oké, is goed. Kan. Dus dan ben je gewoon een Antilliaan, je blijft gewoon een Antilliaan. Ja, ik doe gewoon mijn eigen dingetjes. Dus dat is goed, man. Duidelijk. Ja.
Wat is hetgene wat je het meest mist van Curaçao als je hier in Nederland bent? Ja, familie. Familie? Ja. En naast je familie? Het eten. Oké. Eten. Die Miskakora en zo van Curaçao. Ja. Die ga je hier niet vinden. Tenminste, niet zoals... Met je ketchup gooien, toch? Ja, het is wel wat anders. Dat is niet groot. Het is niet zoals je die op Curaçao vindt. Ja, ja. Dus dat mis ik echt het meest. Oké. En... Het weertje. Ja, het weer, natuurlijk. Ja, zoals nu, het is aan het regenen. Ja. Nog meer reden om in je bed te blijven. In Curaçao regenen niet zo vaak. Ja, seizoensverbonden meer. Ja, precies. Nou, nu koud dan, als het daar aan het regen is het nog steeds warm. Ja. En ja, je ouders woonden nog daar? Ja. Hoe is dat voor je? Je moeder zo ver van je vandaan? Ik ben inmiddels wel aan gewend. Maar in het begin, zoals ik zei, was echt moeilijk. Dus ja, we belden elkaar toen elke dag. Ja. Maar het was echt zo moeilijk. Als jongen, 15 jaar, ik moest alles bijna zelf doen. Ja, want ik zag mijn tante misschien 2 uurtjes of zo per dag. Mm. Want ik was 8 uur 's ochtends zo weg. School begon om 8:30. En je komt 's avonds weer thuis. Dus je moest eigenlijk alles zelf doen. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat was ik niet gewend, omdat mijn moeder alles voor me deed. Dus dat moest ik echt aan wennen. Het was een hele opschakeling. Het is echt een grote omschakeling in mijn leven. Maar is dat een moment, is er een moment in je leven, of op dat moment geweest dat je dacht van, nee, ik ga terug? Daardoor? Nee, dat toch niet. Nee, want het ging gewoon goed met voetbal. Ja. En ik haalde zeg maar al die teams die ik moest halen. Ja. Tot mijn laatste jaar zeg maar bij Jong NAC. En toen ja, mocht ik voorbereiden, meedraaien met de eerste elftal. Ja. En had ik het zo goed gedaan dat ik gelijk een contract mocht tekenen. Oké. En de eerste competitiewedstrijd, toen mocht ik gelijk invallen met debuut maken. Dus dat was de eerste keer dat ik bij zat. Ja. En sindsdien had ik alles in de basis gespeeld. Dus was voor en mij... Hoe lang was je toen in Nederland? Vierjaartjes. Vier jaar? Ja. 3 of 4 jaartjes, ja. Dus elke keer als je je ouders miste, dan zet je voetbal in je hoofd als motivatie van hé, ja. Ik heb een reden waarvoor juist, ik dit doe. Juist. Oké. Okay. Tegenwoordig is het ook makkelijk, denk ik, want vroeger had je geen WhatsApp, denk ik. Zo, misschien ping, ik weet het niet. Om te communiceren met je moeder. Ja. Dus, tegenwoordig is het inderdaad misschien wat makkelijker dan vroeger, is dat ook zo? Het is wel veel makkelijker dan vroeger om te communiceren met mijn familie. Ja. Dus dat is wel verbeterd. En ja, ze volgen me allemaal. En mijn moeder nog steeds, mijn moeder die wil elke shirt hebben, alles wat ik draag. Of als ik een interview heb, dan moet ze het weten. Ook via de krant, de hele tijd gaat ze die stukjes knippen. Dus ja, wel echt leuk. Over krant gesproken, maar die komt later, we komen later daarop terug. Over een krantartikel in ieder geval. Je lacht, je weet al wat ongeveer? Nee, niet echt. Nee, we komen later op terug. Ik wil eerst willen weten, hoe is je opvoeding gegaan? Mijn opvoeding? Toen je nog in Curaçao woonde dan. Zo, was het een strenge opvoeding, een religieuze opvoeding? Ik had wel een... Antilliaanse opvoeding. Ik heb vaak een palifoentje gehoord. Ik weet niet hoe het is. Nee. Zo ver ging het niet bij mij. Ik moet eens zeggen, ik was wel heel gehoorzaam. Oké. Okay. Dus ik had niet vaak ruzie en ik werd goed begeleid. Dus ik had nooit zeg maar ruzies en zo en ik ging nooit met slechte vrienden om of wat dan ook van die dingen. Dus qua opvoeding was gewoon goed. Heel rustig jongen. Ja, ik was gewoon heel zo rustig ook weer niet. Thuis ook rustig? Maar qua gedrag dan? Gewoon je gedrag die je gewoon deed? Ja, qua gedrag wel rustige jongen, maar wel, hoe moet je dat noemen? Deugend. Ja, toch wel. Ja,
Okay. Maar ja, ik had geen verkeerde vrienden. En ik ging gewoon altijd naar school. Voetbal. Dus gewoon normale dingen. Je bent nu toch al oud genoeg. Als je even terug moet denken, wat is één ding wat je hebt gedaan? Als je moeder toen de tijd erachter zou komen, dat je sowieso klappen of straf zou krijgen. Wat ze nu nog niet weet. Gaat hij nu natuurlijk niet zeggen voor de camera? Ja, natuurlijk wel. Ja, spijbelen. Spijbelen? Ja, ik had zo vaak gespijbeld. Ja? Ja, ja. Dat is het ergste wat je hebt gedaan? Ja, omdat mijn moeder ja, altijd alles aan doet voor mij, zeg maar. Ja? Zodat ik op een goede weg, zeg maar, zou blijven. Ja. En ja, ze brengt me elke dag vroeg naar school. En ja, als ze achter moet komen dat ik dan de lessen ingaat, weet je, is een beetje moeilijk voor haar. En toen ben je hier naar Nederland gekomen, ja. Kreeg je dan meer vrijheid? Ja, één kant wel. Want ja, zoals ik al zei, je gaat naar school. Vanuit school pak je de trein naar voetbal. Ik was zo jong. En moest ik allemaal zelf doen. En soms bijvoorbeeld als ik geen zin heb op school te gaan. Dan bijvoorbeeld dan doe ik alsof ik naar school ga. Ja. Dus dan ga je gewoon naar school en dan ga je gewoon lekker in de aula zitten. Gewoon, 8 uurtjes lang. Ja, gewoon even in de aula zitten. De stad in of zo. Dus allemaal trucjes. Welke school zat je? Torbeck AC. In Rotterdam. In Rotterdam. Ja. Heb je ook hier, hier gewoond? Hier bedoel ik eigenlijk in Den Haag, Rijswijk? Ja, ik heb zeg maar, ik woon wel nu in Den Haag, maar daarvoor woon ik altijd in Rotterdam. Oké. Okay. Dus ben echt toch wel een beetje Rotterdammer eigenlijk? Ja, toch wel, ja. Oké. Okay. Dus lekker op de korte lijnbaan chillen. Met de Mackie, Burger King. Rotterdam is mijn stad, Rotterdam is mijn stad. Hoe is het allemaal begonnen voor jou eigenlijk hier in Nederland qua voetbal? Waar ben je begonnen? Ik kwam zeg maar via Nationaal Elftal van Curaçao met de Koninkrijk Spelen. En we waren met z'n tweeën trouwens. We waren gescout met z'n tweeën. Ik en Gracinho Constantia, die speelde nu in Curaçao. Ja. En ja, ik zelf had de keuze om naar NAC of Groningen te gaan. En destijds, ja, mijn tante die woont natuurlijk in Rotterdam en dat is voor mij veel makkelijker. Anders moest ik gastgezin en zo in Groningen en had ik allemaal geen zin in. Dus ik ging gewoon, gewoon naar NAC. En ja, de hele, ja, niet de hele, maar vanaf 15 tot 19e de jeugd, jeugdgedeelte doorlopen. Ja. En ja, daarna de eerste heb ik ook 3-4 jaar gezeten in de eerste team bij NAC. Dus ja, zo ging het een beetje eigenlijk. Het leek allemaal zo snel te gaan. Ja, maar dat is het ook, denk ik, als je binnen 4 jaar al op een gegeven moment op een hoog positie komt te spelen. Ja. In een land die je eigenlijk nog niet eens kent. Ja, klopt. Ik ken de mensen niet, maar weet je wat het was? Ik was zeg maar, sinds klein al, het voetbalgedeelte zat altijd in me. Ja. Sinds klein al, zeg maar, technisch gedeelte. Alleen, ja, fysiek moest ik een beetje bijwerken. Vaak in de gym, oefeningen doen om mijn lichaam iets ja, sterker te maken. Ja, ja. Want die anderen waren altijd groter dan mij. Mm. Niet dat dat een probleem was, maar soms ja, kreeg je een beuk of zo. En ja, als je daar zou gaan vallen, dat ziet er echt niet uit. Ja, ja. Dus ja, ik heb veel uren gemaakt in de gym. En tactisch, dat was het moeilijkste. Tactisch moest ik me echt. Ja, het was natuurlijk wat anders als je voor Curaçao speelt, in Curaçao. En dan in Nederland komen voetballen is het natuurlijk wat anders. Mm. Het vraagt wat anders en kan je een voorbeeld noemen? Als ik misschien, als ik voetbal niet ken, als ik geen voetbal ken misschien, zou ik denken van voetbal is toch voetbal? Ja, bijvoorbeeld
op Curaçao speelde ik als de nummer 10. Dat is zeg maar achter de spitsen. En toen ik in Nederland kwam, begon ik op 10 en daarna werd ik buiten spelen. Dat is ook, ja, hoe moet je het opnoemen? Als 10 ben je hier. Belangrijker? Ja, niet dat, maar je bent ook bezig met het verdedigende werk. Ja. En in Curaçao bijvoorbeeld, daar had ik zeg maar die ruimte om dat niet te doen. Dus ik hoefde niet eens mee te verdedigen. En hier moet je dat wel doen. Dus als je dat zo lang niet hebt gedaan en je moet het opeens wel doen, dan ja, het is niet in je systeem. Dus je moet eraan gaan wennen. En ja, hetzelfde als buitenspeler. Wanneer de bal aan één kant is, moet je helemaal naar binnen knijpen, zeg maar. Dus het is allemaal dingen die wat ik allemaal gemist had. En het moest allemaal erin komen. Ja. Dat duurde wel even, maar gelukkig was het net op tijd. Dus daar ben ik wel blij om. Dus in Curaçao was je al nummer 10 gewoon de man. En hier in Nederland moest je een beetje aanpassen. Zo passeerde de spelers jou te vaak op middenveld toen dan? Toen je moest verdedigen dan? Ja, weet je het is. Ik kwam ook tegen betere spelers terecht. Ik stond bijvoorbeeld tegen spelers bijvoorbeeld die kon verdedigen en aanvallen als nummer 6. Dus ja, als hij gaat aanvallen en je weet hij kan scoren, dan moet je ook mee verdedigen. Dus ja, daarom heb ik het ook moeten leren. Wat is jouw favoriete positie? Nog steeds linksbuiten of nummer 10. Toch wel. Als je tussen die twee moest kiezen? Dan kies ik voor een vrije rol als linksbuiten. Ben je linkspotig of rechtspotig? Nee, ik ben rechtspotig. Rechtspotig? Ja, maar ik kan wel met beide benen iets doen. Oké, dat is wel handig als je soms linksbuiten staat, dan kan je naar binnen. Ja, ik kan naar binnen en ik kan naar buiten. Plus ik heb de vermogen zeg maar, van een middenvelder, dus die heb ik al in me. Ja. Dus ik weet precies wanneer ik moet draaien en tussen linie spelen. Dat beheers ik heel goed, dus dat is wel handig. Nee, je bent hier bij NAC begonnen, geef je aan. Ja. Hoe was het daar voor jou, toen de tijd? Van club? Ja, NAC is een hele warme club. Ik kan eigenlijk niets verkeerds over NAC zeggen. NAC heeft me gewoon alles bijgebracht. Daar ben ik heel dankbaar om. Ik heb verschillende trainers meegemaakt en van ze allemaal een beetje geleerd. Dus daar ben ik ook blij om. Wat heb je meegenomen vandaar? Wat heb ik meegenomen vandaar? Ja, het strijden. Ja, het pure strijden gewoon. Elke meter. Dus NAC is een club die moet het hebben van strijden op het veld. Nooit opgeven, altijd doorgaan. Dus dat heb ik wel een beetje in mijn DNA eigenlijk gekregen. Is dat ook een afstand wat je dagelijks moest neerleggen van Rotterdam naar Breda toe? Ja, heen en weer elke dag. En hoe deed elke dag? Ja, waar haalde je de motivatie vandaan om dat te blijven doen? Het hielp ook zeg maar dat we altijd reizen met zijn 3-4 jongens uit Rotterdam. Ik, Gersinho Constantia, Kenny van de Weg toen en Stefano Zevenbergen, was ook nog een jongen uit Rotterdam. We gingen elkaar gewoon motiveren en pushen en ook daar bij de club gingen we elkaar met alles helpen. Ja. En dat heeft echt geholpen. We hadden elkaar gewoon allemaal nodig, want het was zo zwaar. Dus anders zou wel mensen struikelen, denk ik. Hoe lang heb je daar gespeeld? Sinds vanaf mijn 15e tot mijn 23e of 24e, nee.
23ste. 7, 8 jaar zo. Ja. Dat is best wel lang. Ja. Veel opgepikt, geleerd. Zeker, zeker. Dat is toch iets voor je rugzak, wat hier wordt genoemd. Ja, zeker. En toen na NAC ben je naar ADO gegaan? Nee. Na NAC ben ik in Denemarken gegaan. Ik was geblesseerd geweest aan mijn knie. Ik heb een operatie gehad aan mijn knie. En op dat moment was het beste gewoon om weer een minuut te maken. En dat kon niet op dat moment, omdat het niet goed ging met het team. Ze stonden beneden in de competitie. En de trainer was gewoon eerlijk naar mij toe. Op dit moment is het, er is geen ruimte voor jou om te revalideren van je clubbestuur. Je moet gewoon elders gewoon minuten gaan maken. Dat snap ik ook wel, is gewoon logisch. Want die jongens moeten gewoon gaan strijden om in de competities te blijven. En ik zit met mijn knie, dus toen ging ik naar Denemarken. En echt een mooi land. En alleen het voetbal daar is wat anders. Het is meer fysiek en lange ballen. En daar kon ik me niet echt in vinden. Ja, want hoe lang ben je eigenlijk? Hoe lang ik ben? 1,69. Ga je wel eens een kopduel aan? Jawel, heel vaak zelfs. Je bent er niet bang voor, je? Nee. Ook al is een tegenstander langer dan jou. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik win ze ook best namelijk vaak. Ja. Goed toch? Ja, omdat ik niet voor de bal ga. Ik ga gewoon die mannetje een duwtje geven. En het valt niet op. Ik weet niet hoe het komt, maar het valt nog steeds niet op. Maar vanaf nu gaan de scheidsrechts erop letten. Nee, maar wat ik me afvraag. Je komt van Curaçao naar Nederland. Ja. En dan moet je een periode naar Denemarken. Ben je iemand die snel aanpast aan bepaalde situaties om je heen? Niet altijd. Maar in Denemarken is eigenlijk net als Nederland. Ja? Ja. Qua levensstijl, het land zelf, is bijna hetzelfde. Dus je hebt misschien net Nederlands een beetje onder de knie. En dan moet je weer een andere taal gaan leren. Daar hadden we van die talks. Ja? En al die jongens spraken Engels. Dus dat was voor mij wel handig. Hoe voelde je eigenlijk met de blessure? Heb je dat jou een beetje gedemotiveerd? Gedemotiveerd wil ik niet zeggen. Maar het deed wel wat met me. Want hoe lang was je geblesseerd? Sorry dat ik je onderbreek. Zeker 3-4 maanden. 3-4 maanden, zoiets. Maar het heeft mentaal wel wat met me gedaan, weet je. Het is toch wel 3-4 maanden dat je niet kan doen waar je van houdt. Ja. En je ziet iedereen voetballen en wedstrijden spelen. Ja, dan denk je van, jeetje mina, weet je, dat is niet wat ik wil. En daarna ook, wanneer je terug moet komen, is ook moeilijk. Want je zit in de kleedkamer met de jongens, maar je mag het wel niet op met hun. Je moet binnen blijven trainen. Ja. Dus het is echt allemaal zo ingewikkeld. Ook een beetje mentaal. Zeker. Hoe ben je ermee omgegaan? Ik probeerde zeg maar ook buiten het voetbal vaak met familie te zijn. Hun hielpen me gewoon door alles. Dus van je familie moet je het eigenlijk hebben dan. Kan je eigenlijk zeggen wat voor woorden hun jou meegeven dan op dat moment? Ja, dat ik gewoon mijn focus moet houden. Wat ik altijd al gedaan heb. En dat ik de kracht wel sowieso zou vinden. En dat het goed komt met mijn knie natuurlijk. En gewoon van al dat soort woorden, weet je. En dan ga je ook met hen erover praten. Wat je dagelijks doet. En wat je niet kan doen bijvoorbeeld ook. Dus zo een beetje. Wat zeg jij tegen jezelf dan? Op dat moment. Hoe leuk dat mensen je motiveren. Altijd knap en positief.
het vergeet eigenlijk voor jezelf. Ja, soms denk je wel van, ja, laat me gewoon met rust, weet je. Maar ergens weet je het wel dat iedereen goed bedoelt met je. En ja, ik weet van mezelf dat ik gewoon hard moest trainen weer. Om mijn knieën weer op gang te krijgen. En ja, dat is me gelukkig. En ik heb eigenlijk geen last meer van mijn knie. Want toen ik klaar was met revalideren, zeg maar. Toen ik die blessure kreeg, zeg maar. Toen ik klaar was met revalideren, eerste instantie. Ik kwam terug op het trainingsveld. En dezelfde week moest ik weer in de basis spelen, gelijk. En na 2 wedstrijden had ik een terugslag gekregen. Dus toen was ik weer een maand eruit met een dikke knie. En toen dacht ik, weet je wat, nu ga ik het ook gewoon rustig aandoen. Een beetje snel eigenlijk gaan. Ja. Maar dat is ook een beetje enthousiasme, weet je. Ik wou gewoon op het veld staan. Ja, ja. En gewoon mezelf weer laten zien. Niet te lang weer in de ziekenboek zitten. Dus maar ja, het was te snel. Ja. Dat is ook wel wat, maar ik denk dat ze jou gelijk op het veld willen zitten. Dus ja. Dat geeft al aan wat voor inbreng je hebt. Ja, ja. Wat je voor een team kan betekenen. Ja. Maar ja, en toen, hoe lang ben je dan gebleven? Is het verder gelopen? Toen was ik een half jaar naar Denemarken gegaan. Ja. Heb ik bij Viborg gezeten, Viborg FF. Dat is wel een leuke club, moet ik zeggen. Daarna ging ik terug naar NAC Breda. En een halfjaartje gezeten bij NAC weer. En daarna weer een keertje verhuurd. Naar Volendam, een halfjaartje. Ja. Om alles te kunnen spelen. Die jaar daarop ging naar Cyprus en daar begon het. Daar ging het eigenlijk mis voor mij. Het was gewoon een hele verkeerde stap die ik heb genomen in mijn carrière. Naar Cyprus toe? Ja. En waarom? Dat je gelijk van cashen? Nou, niet per se dat. Ik wou gewoon wat anders. Hmm. Ik wou gewoon wat anders, wat frisse lucht. Dus ik dacht van, ik ga een keertje die kant op kijken wat mijn geluk is. Maar dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt. Ik zat bij een club die, wat ik nu achteraf allemaal kan zeggen, want ik wist het niet op dat moment natuurlijk. Wat niet normaal salarissen betaald. Ja. Je moest bijna achter die mensen gaan sprinten om je geld te krijgen. En dan alsnog kreeg je hem niet. En terwijl ik eigenlijk alles speelde daar. Dus ik heb daar 3 maanden daar gezeten, kon ik het nog, zeg maar, opbrengen. Nee. Maar daarna heb ik het zelf opgegeven. Ik dacht van nee, dit. Ik ga niet de hele tijd zitten wachten weer achter die mensen rennen voor mijn salaris. Dat hoort niet. Zo ben ik het niet gewend. Dus. Ja, dan ga ik weer wat anders doen. Het was weer een tegenslag in je carrière. Dus toen zat ik weer in Nederland 3 maanden zonder club. Ik heb wel veel voor mezelf getraind en fit gebleven. En toen kreeg ik weer een telefoontje. Weer uit Denemarken. Toen kon ik weer naar Denemarken gaan om te gaan voetballen. Ja. En die laatste halfjaartje heb ik daar gespeeld. En dan heb ik mezelf bewezen met het nationaal elftal. En ja, zodanig heb ik een aanbieding gekregen van ADO. Ik ken natuurlijk de directeur van ADO. Die heeft ook, die zat ook bij NAC, in mijn tijd bij NAC. Oké. Okay. Dus we hebben altijd goede contacten blijven houden. En zo kon ik dus bij ADO terecht. Vooral door de Caribbean Cup met Curaçao. Ja. Die is bij iedereen blijven hangen natuurlijk, bij mijzelf ook. Dus het is onze eerste beker met Curaçao. Het is eerste trofee. Dus
zijn heel blij. Wat jij natuurlijk een mooie bijdrage hebt kunnen leveren. Ja, zeker. Hoe was dat eigenlijk voor je toen je bij ADO kwam? Was het een opluchting van, ik kan weer aan de slag? Ja, zeker dat ook. Maar ik heb sowieso nooit getwijfeld in mezelf. Ik weet dat ik... ik wist dat ik weer op Eredivisie niveau zou komen. Dus daar was ik zeker niet bang voor. En Curaçao, man, Curaçao, nationale team. Hoe is dat? Hoe gaat dat aan toe, man? Hoe gaat het aan toe? Het is allemaal trots. Antillianen samen, we weten, veel Antillianen samen. Gaat soms niet goed. Allemaal trots Antillianen samen. Ik moet wel zeggen, toen ik daar kwam, voor het eerst. Dat was nog onder Kluivert. Toen moest Kluivert alles zelf aanpakken. Omdat die dingen niet gingen zodat wij in Nederland gewend zijn. Ja, ja. Dus Kluivert heeft het allemaal streng aangepakt voor ons. En heeft het allemaal geordend een beetje. Allemaal geordend, ja precies. En tegenwoordig gaat het eigenlijk goed zelfs. Leuke trainer? Ja, leuke trainer. Nu hebben we Remco natuurlijk. Hele leuke trainer. Heel open. Sociaal. Dus, ik bedoel, Kluivert, was het een leuke trainer? Oh ja, zeker. Hoe kan is je het ook echt mee lachen. Hoe is het om voor zo iemand te spelen? Want wij zijn van jaren 90. Dat is natuurlijk een voorbeeld voor ons allemaal geweest, denk ja. ik. Nee, voor mij ook hoor. Ja, hoe is het om voor zo iemand of onder zo iemand te trainen en te spelen? Ik moet je wel eerlijk zeggen, toen ik daar was, de eerste paar keren, wanneer ik ging praten, ging ik al met mijn ogen zo openstaan van wow, wat zegt hij, weet je. En iedereen kijkt tegen me op natuurlijk, het is een grootheid. En natuurlijk, alles wat hij zegt, dat pik je gelijk op. Ja. Dus... het was heel bijzonder, zeker. Je voelde je weer een kleine jongen, nog jonger. Ja. Alles wat hij tegen je zegt, dat wil je gewoon zo goed mogelijk uitvoeren. Dus in die kader is het zeker bijzonder. En nu Remco? Ook hetzelfde geval. Remco heeft natuurlijk zelf ook afgedwingd. Dat iedereen ook... hem respecteert. Ja. We hebben zoveel met elkaar bereikt, zeg maar. Dus Remco die doet het gewoon goed. Ja, heel goed zelfs. Ja. Dus hopelijk blijft hij ook nog langer zelf met ons doorwerken bij Curaçao. Als het aan jou ligt, dan... Als het aan mij ligt, zeker. Blijven. Ja, zeker. Hoe is de vibe tussen jullie tijdens trainingen en in de kleedkamers? We zijn gewoon familie. Ja. Dus iedereen is gewoon goed met elkaar. Ja. We praten heel veel met elkaar over alles. Dus het is niet... Hoe kan je dat zeggen? Ja, het is moeilijk uit te leggen. Het is echt moeilijk uit te leggen. Het is gewoon heel apart. Aan de cliënt op je bent. Ja, die vibe is gewoon apart. Dat maak je niet vaak mee. Iedereen is gewoon familie van elkaar. Gewoon hoe we met elkaar omgaan. We doen alles met elkaar. Dus wat Kiko, er ging een video rond. Volgens mij toen jullie de kwartfinale bereikten. Ja. Yeah. Dus alles wat hij zei eigenlijk kwam, voelde je gewoon dat het uit zijn hart kwam. Ja, tuurlijk. Bij ons allemaal, als dat jullie familie zijn, jullie zijn één, dat hij van jullie houdt. Ja. Dat zijn allemaal woorden die voorbij zijn gekomen uit zijn mond. Ja, klopt. Nee, dat is ook zo. Is dat wederzijds tussen iedereen? Ja, tuurlijk. Weet je wat het is? Wij willen allemaal het beste voor de Curaçao. Ja. Dus wij doen dit eigenlijk voor Curaçao. Dus wij zijn ook allemaal trots dat we... zo ver komen, weet je. Ja. En het is niet makkelijk, ik kan je vertellen, het is niet makkelijk. Maar het lukt ons wel steeds keer op keer. Nu weer zijn we in de kwartfinale gekomen met de Gold Cup.
Dat had niemand verwacht van tevoren. Ook hadden we een aantal spelers gemist. Bijvoorbeeld Kiwas, De Nooyer, Yanga. Ja, ja. Dan wou ik het wel zien, zeg maar, als hun ook erbij waren. Hoe het met ons zou gaan op het koken. Toen waren we zeker sterker ook. Was dus, daar een speciale reden voor dat zij er niet waren? Mag je daarover praten? Ja, ik ga daar niet over praten, maar zo, ja, ze mochten niet komen. Wel jammer, maar ja. Hoe is het? Dus niemand misgunt elkaar? Of als jij wordt opgesteld van waarom hij, waarom ik niet? Je geeft nu aan, op het veld heb jij een temperament. Dus als je tegen iemand schreeuwt of je stem verheddert, dan zeg je van hé, kijk hoe je met me praat. Hé, zwaar. Heb je dat helemaal niet? Nee, kijk. Iedereen wil natuurlijk spelen. Ja. Maar we weten ook, je moet ook verdienen om te spelen. Klopt. Kijk, we hebben bepaalde jongens, zeg maar, in het elftal. Die doen het al een tijdje zo goed. Dus het is ook moeilijk om hun ernaast te zetten. Ja. Dat is gewoon onmogelijk. Dus iedereen weet wel van elkaar. Van, je moet echt je best doen. En jezelf laten zien in de wedstrijd waar je in de basis spelen. Ja. Dat gaat niet makkelijk. En ja, over mijn temperament, ja. Ja, het is niet alleen ik hoor, wij hebben allemaal een soort temperament. Ja, dat bedoel ik. Sorry, hè. Soms, meestal als veel Antillianen onder elkaar zijn, er komt emotie erbij. Soms kan dat mislopen of de verkeerde kant opgaan. We willen het wel misschien afwijken, of wel ontwijken in ieder geval, maar het is eenmaal zo. In vele gevallen. Maar hoe doen jullie dat? Hoe gaan jullie daarmee om? Wij, wanneer we samen zijn, we hebben tot nu toe nog nooit eens misgegaan eigenlijk. Wanneer wij samen zijn dan als team. Ja. Die vibe die we met elkaar hebben, is gewoon grappig. Het is gewoon, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, het is... Ik denk dat iedereen ook, doordat ze op een hoog niveau spelen en zitten, best wel gedisciplineerd zijn. Ja, dat ook. Iedereen respecteert elkaar, we gaan goed met elkaar om, we zorgen voor elkaar. En alleen op het veld, ja, soms kan het wel aardig aan toe gaan. Ja. Ik bedoel, iedereen wil winnen. Natuurlijk, iedereen wil zich bewijzen op het veld. Soms zijn we boos op elkaar op het veld. Dat is allemaal normaal. Maar naast het veld gaan we altijd goed met elkaar om. Ja. Of wat op het veld gebeurt, blijf op het veld. Ja. Ja. Zodra je die zijlijn voorbij bent, gaat het leven verder. Ja, precies. One family. Precies. Hey, mooi man, mooi om te horen. Hoe hebben jullie dat gevierd? Het bereiken van de kwartfinale. Hoe hebben we dat gevierd? Eerst was het een hele gekkigheid in het stadion. Ja. Met z'n allen. En het publiek zag ik ook. En het publiek, ja. Was echt een gekkigheid hoor. Dat was echt tof om mee te maken. En daarna gingen we in het hotel zelf beneden, bij de lobby. Ja. Gingen we eerst wat drinken, gewoon met z'n allen. En daarna gingen we even op stap, gewoon met z'n allen ook. Doop. Dus was echt leuk. Was echt leuk. En dan, ja, de wedstrijd daarna lig je eruit? Ja, in Amerika, ja. Ja. Hoe hebben jullie dat opgepakt? Kijk. Als topsporter wil je altijd winnen. Ja. We willen allemaal winnen. Ja. Maar, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, voor mijzelf zelf kwam die heel hard aan. Ja. Ik was geïrriteerd in de kleedkamer nog na de wedstrijd. Ja. Maar ja, we hebben het wel goed opgepakt. We zijn nog steeds trots op dat we zo ver zijn gekomen. Ja. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Amerika. We hebben goede voetbal laten zien. Ja. We hebben eigenlijk
weggetikt zelfs. Ja. Dus ja, dat is iets waar we trots op kunnen zijn. Amerika is geen klein land, dus vergeleken met Curaçao. Als jij het zelf moet benoemen, is dit een succes of geen succes? Ja, ik vind het wel een succes. Zeker weten. Eerst pakken we de King's Cup. Ja. Dat, eigenlijk een maand ervoor of zo? Ja, een maand ervoor pakken we de King's Cup. Dat is ook voor ons iets nieuws, international. Ja. Ja, was ook niet makkelijk. Want je weet natuurlijk hoe georganiseerd de Japanse, Japanse team spelen. Allemaal Chinezen. Dus het was niet makkelijk. En daarna komen we op de Gold Cup, we verliezen de eerste wedstrijd. We spelen allemaal eigenlijk een dramatische wedstrijd, het hele team. En als je ziet hoe we dat oppakken, de tweede wedstrijd. Dus ja, dat was echt iets om trots op te zijn. En ik vind Honduras zelf de beste team in onze pool. Ik vond het echt de beste in onze pool. En hun gingen ook, zoals wij 2 jaar geleden als eerste eruit. Dat vond ik heel, heel gek. We hadden echt een goede team. Ik vond hem echt goed. Zo zie je maar, de beste win niet altijd. Ja, alles precies. Rond. Precies. Jullie aankomst op Hato, Curaçao. Hoe was dat? Oh, ik ben niet naar Curaçao geweest. Je bent niet naar Curaçao geweest? Nee. Nee. Gelijk maar... naar Nederland. Nee, ik ging gewoon even voor mezelf even chillen. Ja. Maar ik was niet op Curaçao geweest. Maar is het niet na een toernooi dat je dan gezamenlijk even naar het beginpunt moet gaan, Curaçao? Ja, dat vonden we dus ook. Dat hadden we heel lang met de president aan de telefoon over gezeten. Dat hij beter iedereen naar Curaçao moet laten gaan. Ja. Maar dat wou hij niet. Hij wilde het in november doen. Ja, we waren het eigenlijk niet meer eens. Maar ik heb het president van Curaçao. Ja. Van de voetbalbond van Curaçao dan. Dus we waren het niet meer eens, zoals ik net zei. Maar hij bepaalt het. Dus gaat in november gebeuren dan. Dan ga je richting Curaçao. Ja, dan spelen we voor de Nations League. En dan krijgen we de, hoe zeg je dat, de eer van de Gold Cup en de Caribbean Cup. Ik bedoel Kings League, King, sorry. Ja. Wat is de Nations League eigenlijk? Hebben jullie nog kans om naar de wereldkampioenschap te gaan? Ja, dat zeker. Daar gaan we eigenlijk voor. Daar gaan we eigenlijk voor. Dus jullie doen nog mee met de voorbeeld, om het zo te noemen. Zeker. Okay. En we willen gewoon het liefst alles winnen. Tenminste, ik voor de Nations League ga ik echt helemaal helemaal heet. Met mijn hoofd helemaal heet. Op een positieve manier. Ja, op een positieve manier natuurlijk. We spelen in Curaçao. Ja. En hoeveel we willen wedstrijden? De publiek weer vermaken in Curaçao en gewoon met winst. Ja. Want we spelen tegen goede land, Haiti. Die is ook een hele goede land. Dus als je die daar in Curaçao even een tik kan geven, zou wel fijn zijn. Ja, Jantje zou wel fijn zijn. Ja. Hoe is scoren voor jou? Wat heb je een assist? Ik heb liever winnen. Ja, dat eigenlijk. Liever winnen. Maakt niet uit hoe. Ik zou heel blij zijn als hij scoort. Natuurlijk, iedereen wil scoren. Elke voetballer wil scoren. Maar voor mij komt Rome winnen ook op één. Scoren? Sorry? Denk je dat Rome ook wil scoren? Even mee met corner? Ja, tuurlijk. Denk ik wel. Denk ik wel. Zou wat zijn, hè? Even een keertje belangrijke. Wat anders dan alleen maar ballen vasthouden. Ja. Hij heeft het goed gedaan in ieder geval, hè? Ja, hij was gruwelijk. Meer dan goed. Hij was echt gruwelijk. Ik had echt genoten van hem. Echt niet normaal.
Hij had zulke bizarre reddingen dat ik dacht van wow. Wie is dit? Ja, echt goed. Nog even, het is een Braziliaanse keeper of zo, Spaanse keeper. Nee, het is gewoon een keeper van Curaçao. Hij was echt goed, man. Echt geen woorden voor. Hij heeft ons echt door die wedstrijden heen gesleept. Zeker. Goede reddingen. Echt goede reddingen. Hoe vond je jezelf spelen door het toernooi? Jezelf cijfer moet geven ofzo. Ik vond mezelf heel afwezig. Afwezig? Ja, heel afwezig in de wedstrijden. Bewust voor gekozen? Nee, niet bewust. Maar op een of andere manier was ik onbereikbaar, zeg maar, in het veld. Maar op de trainingen weer wel. Dus ik had zelf ook moeite mee, want ik snapte niet hoe ik op mijn trainingen. Bijvoorbeeld ik had training dat ik gewoon 3 keer scoort in de partij. En dan een wedstrijd krijg ik niet zeg maar dezelfde ballen die ik krijg in op de trainingen. Ja. Komt dat door de zenuwen, denk je? Nee. Dat kwam helemaal niet door de zenuwen. Je stationeert misschien? Dat ook niet per se. Ja. Maar ik denk ook dat het meer te maken heeft met het durven. Zeg maar het durven. Mm. Zeg maar in training bijvoorbeeld doen we het wel. De nummer 10 bereiken. En in wedstrijden denk je van als ik die bal zo ga geven, misschien wordt die onderschep of dit of als dat. Oh, er is een mannetje in zijn rug. Misschien kan ik hem nu niet geven. Ja. En op training dan geef je hem, zeg maar, dan geef je die ballen gewoon wel. Daar leer je ook van. Ja. Durven dat. En ik had zelf ook soms dacht ik te makkelijk. Dat waardoor ik vaak achter elkaar de bal verloor. Mm. En ik moet wel zeggen, tegen Amerika ging het wel iets beter. Maar de 2 wedstrijden daarvoor was ik heel afwezig. En zo ben ik helemaal niet. Ik ben iemand die altijd aanwezig wil zijn in de wedstrijd. Ja. Dus dat moet ik snel gaan veranderen. Nou ja, als ik bij de eerste die ik nu 2 goals maak, denk ik dat iedereen het is vergeten. Hopelijk. Dus gaat het in ieder geval. Ja. Dat is Els van Hooy, hè? Want dat is je naam toch, Els van Hooy, toch? Els van Hooy, ja. Want ik heb een krant gezien, je wordt Fun en Anita genoemd. Ja, ik word in de krant gezet als Anita ook. Dus ik zag laatst nog dat hij ergens geen teken of zo. Ja, klopt. En ze zetten gewoon mijn foto. Ja. Ik dacht van, oké. Heeft Adrian hier gebeld van, sinds wanneer is dit gebeurd? Nou, ik vond het... Heb je iets achter je rug omgedaan of zo? Ik vond het een beetje amateurs. Ik vond het echt heel amateur. Zo, dacht je niet van, is het nou de naam die niet klopt of de foto klopt niet? Ja. Gaat het over mij of gaat het echt over Anita? Ja, dat vind ik echt raar. Ik bedoel van, als je zoiets doet, dan moet je het wel goed doen. In je eigen land, hè? Ja. Je ziet dat een onbekende... Het is je werk. Het is je werk. Je kan het gewoon... Even opzoeken. Ja. Even je werk gewoon goed doen. Dat is gewoon nonchalance, man. Eigenlijk. Werd je niet gebeld door ADO? Ik kreeg die foto gewoon in de groepsapp van, van Curaçao National Elftal. Ja. Iedereen lachen. Noem ik jezelf Fun. Ik dacht bij mezelf van... Wat een amateur eigenlijk. Dat mag eigenlijk niet eens gebeuren. Ja, eigenlijk niet, nee. Nee, maar ja. Is best wel grappig en slordig in ieder geval. Ja. En misschien maak ze ook een fout en dan stuur ze het salaris van Anita jouw kant op. Nee, dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet. Nee, maar... Ja, zeg maar. In het begin had je het over dat je 8 uur 's ochtends uit huis ging en weer 8 uur bijvoorbeeld 's avonds thuis kon. Hoe is het leven van jou nu qua tijdsindeling? Is het wat rustiger, wat drukker? Ja, ik heb het wel redelijk druk. Soms trainen we het bijvoorbeeld 2 keer op een dag. Ja. En
Dan moet je bijvoorbeeld, misschien heb je nog activiteit met de club. Ja. Dan, ja, je kan gewoon bijvoorbeeld tot 8, 9 uur club bij de club. 9 uur bij de club zijn. Ja. Ja, dan ben je echt helemaal kapot. En dan de volgende dag weer. Ja, dan de volgende dag weer. Ja, of soms moet je bijvoorbeeld één keer trainen. En dan heb je lunch met elkaar. En daarna moet je bijvoorbeeld activiteit gaan doen. Ja. Dus dan ben je ook een uur of 5, 6 klaar. En dan ben je ook gewoon, ja, helemaal stuk. Dan wil je gewoon gaan liggen, slapen, eten. Heb je in je leven, je hebt altijd al een of andere benoemd. We hebben het over gehad over je knieblessure. Dat je daarna te snel ging, weer even moest wachten. Ja. Is er nog andere momenten in je leven geweest dat ik dacht van shit man? Nee, toch niet. Gelukkig niet. Dus alleen een blessure heeft jou even. Ja. Dat waren die tegenslagen dan Cyprus. Ja. Altijd gewoon, Cyprus vooral. Altijd in je, op je, ja, been gebleven, blijven, ja, staan. Ja. Wat is datgene wat jou zo positief houdt, maakt en houdt? Laat me het zo vragen. Wat mij positief maakt. Want ik hoor je, ja, we zijn al een tijdje aan het praten. En ja, ik hoor alleen maar positiviteit uit jou komen eigenlijk. Ja. Ook je antwoorden. Wat mij positief. Wat maakt jou positief en wat houdt je positief? Ja, ik sta altijd positief in het leven. Ik wil graag ja, mensen helpen, ja, mensen proberen te helpen. Ja, ja, als je, ik heb ook natuurlijk heel veel meegemaakt en als je dat bijvoorbeeld kan overbrengen naar iemand, ja, of iemand die hetzelfde nu meemaakt bijvoorbeeld, of ja, je kan altijd mensen mee helpen. Met dingen leren of ervaring delen, dus ja, dat doet altijd goed. Ik hoor je steeds zeggen dat je mensen helpt. Ja. Doe je nog naast voetbal dingen dan, om anderen te helpen? Ja, zeker. Ja, ik train bijvoorbeeld een aantal jongeren af en toe. En ja, ook bijvoorbeeld wanneer je activiteiten moet doen, ook bij de club. Dat is ook helpen, want je stimuleert de jongeren om te gaan voetballen. Ja, ik ben nog bezig met een aantal jongens, kleine jongens in Curaçao. Ja. Voor een stage of iets, ja, iets in die richting, waar getalenteerde jongens, ja, zo gezegd. Dus ja, ik ga nu kijken wat ik voor ze kan betekenen. Ik zou echt, echt blij zijn als het lukt. Het zou echt tof zijn. Wat voor jongeren zijn het precies? Ja, gewoon ja, voetballers. Getalenteerde voetballers. En ja, als ze verder willen komen met het voetbal, moeten ze zo vroeg mogelijk naar Nederland komen. Want ja, ik was zelf niet al te vroeg hier, maar ik heb het gelukkig wel gered. Ja. Maar vroeg was ik er niet, dat niet. Dus ja, als iemand het hele traject kan meemaken, in de jeugd bijvoorbeeld, naar het eerste elftal toe, dan, ja, dan zou ik die stap wel... Zo jongeren uit Curaçao? Ja, uit Curaçao. Mooie initiatief in ieder geval. Ja, je zeker. Je alleen maar bezig bent met jezelf, maar ook anderen kunnen helpen. Ja, precies. De jongeren. Precies. Ook weer iets positiefs. Ja. Er zit alleen maar positiviteit. Zeker. Hoe zou je ja, juist die jongeren, ja, en ook andere jongeren kunnen motiveren? Die misschien ook een profvoetballer willen worden of in ieder geval iets willen bereiken. Maar de kans er niet voorzien. Ja, als je het echt wil. Het eist heel veel trainingen. Je moet heel hard trainen. Mm. Elke dag weer hard trainen. Ja. Veel blijven oefenen.
En ja, je moet sowieso zorgen dat je in een team speelt. En het beste willen zijn met alles. En probeer altijd jezelf te gedragen. Mm. Dat is ook, daar kijk ik zo heel, heel erg naar hier. Altijd positief zijn naar teamgenoten. Mm. Elkaar willen helpen. En gewoon jezelf zijn eigenlijk. Je mag ook gewoon jezelf zijn. Dus je hoeft niet per se alles te doen wat hun willen dat je doet. Ja. Je mag ook gewoon je eigen mening hebben. Kijk, als je bijvoorbeeld in de jong elftal zit. Tuurlijk moet je dan luisteren naar wat ze zeggen. Je moet altijd dan luisteren naar wat ze zeggen. Mm. Maar wanneer je in de eerste elftal terechtkomt. En je hebt van jouw kant ook laten zien. Mag je ook wel jouw eigen mening hebben over bepaalde dingen. Juist, ja. En er zijn ook mensen die helemaal niet in zichzelf geloven. Die niet eens bezig zijn. Ja, die heb ik ook heel veel van. Wat is, wat is die ingrediënt daarvoor? Die is wel moeilijk. Om iemand die niet in zichzelf... in zichzelf te laten geloven. Die is echt het moeilijkste wat er is. Ik denk dat het begint met... Ik doe bijvoorbeeld heel veel beelden van mezelf blijven kijken. Zo bijvoorbeeld... kijk ik weer naar mezelf, dan denk je van wow. Dus je kan het dus wel. Al deze dingen wat je doet... Al deze mooie dribbles die je maakt, die mensen voorbij, mensen gek spelen. Dus wanneer ik daarnaar kijk, dan voel ik me ook gelijk weer helemaal 100, om zo te zeggen. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen manier om ermee om te gaan. Hoe hoog is jouw lat eigenlijk, jouzelf? Hoe hoog is mijn lat? Zou je nog naar het buitenland willen gaan? Ja, dat wil ik wel zeker. Ik wil nog een keer in het buitenland spelen. Ik ben er nog niet over uit, zeg maar waar. Maar dan ga ik nu kijken. Barcelona natuurlijk. Of Real Madrid? Barcelona. Jammer man, hier ben je ook gelijk klaar. Maar aan de andere kant... hoef ik niet per se zeg maar weg uit Nederland. Ja, ik zit hier ook goed, natuurlijk. Ik ben gewoon een beetje aan het kijken wat ik nu vervolgens ga doen. Buitenland zou leuk zijn, maar het hoeft van mij niet per se. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik ga gewoon nu rustig bekijken, zeg maar. Ik ben jouw zaakwaarnemer. Ik zeg Elson, ik moet een beetje praten, kijk eens. Ajax, PSV, Feyenoord, geïnteresseerd in jou. Ze bieden alles hetzelfde. Voorwaarden zijn allemaal hetzelfde. Anders ben ik helemaal klaar met jou. Als ik gewoon eerlijk moet zijn, dan kies ik PSV. Is daar voor een reden? Ja, ik vind PSV echt een mooie club. En die positie die ik speel als een buitenspeler, denk ik dat ik me daar veel beter uit mijn verf kom. Dus vandaar dat ik die club zou kiezen. Mensen, dit is Elson Hooy. Waar ben je allemaal te volgen, man? Instagram. LHFE, / 7. Waarom noem je jezelf zo eigenlijk? Waarom noem ik mezelf zo? Goeie vraag. LHFE, mensen, dat is gewoon de don, de baas. Ja, ik vond het gewoon een leuk woord. En op dat moment had ik nog rug nummer 7.
Vandaar dat ik een 7 heb achterstaan. Oké, okay, 11, 7. Oké. Okay. Ja. Hey, je bent te volgen op Instagram? Instagram, ja, daar ben ik wel. Daar ben ik wel actief. Oh nee, staat 77, ik heb veranderd. 77. Ja, man, staat 77. Zo graag weer 7. Komt in ieder geval in de beschrijving en dan kunnen jullie hem gaan volgen. Elheffe, laagstreven. Nee, laagstreven 77. Oh, ik weet het ook niet. Hoe gooi je hem in de beschrijving, mensen? Ja, joh, komt goed. Het is warm hier, daarom. Echt warm hier, man. Ik ben moe. Het laatste rustdag in ieder geval. We gooien hem wel in de beschrijving, mensen. Ik wil je in ieder geval succes wensen met alles wat je doet in ieder geval. Met in ieder geval voornamelijk je voetbalcarrière. Dankjewel. Blijf zo doorgaan. Ik vind dat je goed bezig bent in ieder geval. Dankjewel. We hebben het net over grote clubs gehad. Maar ik vind ADO gewoon ook een goede club om te doen wat je moet doen. Ja, zeker. Het is geen slechte club in ieder geval. Ja, blijf gewoon je ding doen, blijf er gewoon voor gaan. En die kansen komen er vanzelf wel. Ja, als je jezelf blijft geloven. Maar het meest belangrijke, blijf je best doen voor Curaçao. Ja. Ik wil ook een keer juichen, uit mijn hart, tijdens WK of zo. Ja. Nee, dus, sowieso. Ik blijf alles doen voor Curaçao. Mijn hart ligt daar. Dat weet iedereen, denk ik. En we gaan alles aan doen om onszelf verder op de kaart te zetten met Curaçao. Okay. Dus, ik vind het al genoeg als wij de poolfase zitten. Ook al gaan we redden we de volgende ronde niet, maar we hebben meegedaan. Dat is een begin in ieder geval. Ja. 2022, zitten we erin? Ja of nee? Ik zeg ja. Ik zeg ook ja. Het is nu bepaald, mensen. We zitten erin. Ik zeg ja. Nee, we gaan in ieder geval ervoor. Nee, dat hopen wij natuurlijk met z'n allen. En ja, zoals hij zei, blijf gefocust, blijf doen wat je doet. En hou de positiviteit wat je nu al met je mee hebt, zeg maar, hou dat vast. Sowieso. Sowieso, always. Blijf jezelf. Always. Ik weet niet waar je vandaan komt. Nee, dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Maar mensen, dit was het alweer. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we gebroeders Wolf. We zitten hier met Elson. Nog een Sontje. Nog een Sontje. Elson, hoi. Sontje zijn Sontje. In ieder geval, mensen, blijf kijken. En we zien je in de volgende aflevering. Tot kijk. Peace. Peace.